Beste sportlustmensen, in deze korte break van de algemene ledenvergadering zijn bij Sportlust Insight twee belangrijke mensen aangeschoven. Dat zijn de voorzitter Jan van der Heuvel en eerder voorzitter Chris Nieuwpoort. Heren, welkom. Chris, om met jou te beginnen. Een heleboel mensen kennen jou, maar er zijn er ongetwijfeld ook een aantal die jou niet kennen. Wie is Chris Nieuwpoort? Wat heb je allemaal gedaan bij Sportlust? En in welke functie ben je vandaag aangeschoven? Dat zijn een paar vragen. Ik zal hem proberen een beetje kort te formuleren. Ruim 60 jaar geleden is Chris lid geworden van Sportlust. Gevoetbald in de C1, B1, A1. Vervolgens in het derde en heel af en toe mocht ik eens een keer mee met het eerste. Een keer invallen. Nou, ik heb nog een keer een wedstrijdje meegedaan, maar daar hield het mee op. Vervolgens een trainersdiploma gehaald en ik was de eerst betaalde jeugdtrainer van Sportlust. Nou, dat heb ik een aantal jaren gedaan en vervolgens ben ik 7 jaar jeugdvoorzitter geweest. 5 jaar vicevoorzitter en 19 jaar ben ik voorzitter van Sportlust geweest. Zo. En nu inmiddels herenvoorzitter. Herenvoorzitter, en in welke functie, in welke hoedanigheid zit je vandaag hier? Ik zit nu hier zo als voorzitter van de jubileumcommissie 75 jaar Sportlust. En daar zitten we ook met gerenommeerde spelers, oudspelers van Sportlust zitten we in de commissie. En daar hadden we willen proberen wat leuks van te maken. Jan, 75 jaar jubileum. Een club die 75 wordt, daar ben je erg trots op, denk ik. Ach, geweldig joh. Dat is gewoon superman. 75 jaar. Mooi nagaan. Een club die 75 jaar bestaat. Dat leden al 75 jaar binnen een club, dus zeg maar aan het voetballen zijn. En dat je binnen een club, dus zeg maar al 75 jaar ook sociale contacten hebt. Hè? En die sociale contacten, die gaan ook weer een stukje verbondenheid creëren. Hè? Dat hebben we dus de laatste weken, hebben we dat ook ervaren bij het overlijden van Henny van Muijen en Gijs den Daas. Dat er dus een erehaag op het complex werd georganiseerd bij het parkeerterrein. En dat zoveel leden dus de laatste eer zijn komen bewijzen. Dat getuigt dus van een stuk verbondenheid. En dat zit allemaal in die 75 jaar verpakt. En als je dan ook natuurlijk 75 jaar wordt die club ook al bestuurd. Dus met andere woorden, steeds zijn er andere mensen aan het roer geweest. Ja, dat is natuurlijk geweldig als je daarop terugkijkt. Dus als je aan mij vraagt, ben je trots? Ik ben super trots. Chris, je zit hier voor de jubileumcommissie. Kun je ons iets vertellen over het programma van het 75-jarig jubileum? Nou, eigenlijk is dat niet zo gek veel, want corona heeft natuurlijk heel erg veel roet in data gegooid. We hadden een heel leuk programma. We hadden willen beginnen vorig jaar 23 oktober. Vervolgens stond het oliebollentoernooi op de agenda. Iets van heel lang geleden en dat wilden we weer opnieuw mee gaan beginnen. Er stonden jeugdtoernooien, seniorentoernooien, vriendschappelijke wedstrijden, 55 plus avonden, reunie. Nou, dat waren allemaal activiteiten die we op het programma hadden. Maar helaas hebben we die toch moeten schrappen. Want dat is nog niet zover dat we daarmee verder kunnen. Jan, heb jij gelet op het 75-jarig jubileum een advies voor de jeugd van Sportlust? Ja, dan praat je misschien gewoon naar de jeugd in zijn algemeenheid. Ja, nou ja, goed, ik zou tegen de jeugd willen zeggen dat het belangrijkste is natuurlijk dat ze van de voetbalsport genieten en dat ze daar ongelooflijk veel plezier uithalen. En je hebt natuurlijk getalenteerde jeugdspelers. Ja, en die moeten natuurlijk hun talent proberen verder te ontwikkelen. Nou, daar wordt dus bij Sportlust alle aandacht aan besteed. En daar kunnen ze dus zeg maar zeker verder mee komen. Maar je hebt natuurlijk ook spelers die minder getalenteerd zijn. En je kan allemaal geen Messi zijn. En tegen die spelers zou ik willen zeggen, blijf je best doen en probeer gewoon heel veel plezier uit de voetbalsport te halen. Maar goed, kijk, er is ook een spreekwoord dat 10 bomen, als je die plant, dan zullen er misschien 2, 3 niet zo snel groeien als de rest, maar die kunnen aan het einde toch
de grootste bomen worden. En dat geldt eigenlijk ook voor jeugdspelers. He, dus spelers, jeugdspelers die in het begin wat stroever tot ontwikkeling komen, die kunnen dus op het laatst best een eerste elftal halen. Dus ook tegen die spelers zou ik willen zeggen, blijf je best doen en gewoon lekker plezier uit het voetbal halen. Chris, komt er nog een wedstrijd tegen een eredivisieploeg in het jubileumjaar? Dat hadden we graag gewild. Op dit moment zit het er niet in. Want ja, ik denk, eerder we straks gaan beginnen, is het augustus. Nou, zit de trainer te wachten op natuurlijk een onderbreking met een zware wedstrijd. Dus dat denken we niet. We willen wel iets gaan organiseren. En dan mag je denken aan een quiz, maar die zal digitaal gaan. We willen een rubriek in het leven gaan roepen die zegt van, hoe is het met? En dan mag je denken aan, nou, onder andere even naar jou, Ruud Bos, bij wijze van spreken. Een oud-speler van het eerste. Een oud-bestuurslid. Nou, dan willen we ongeveer een 15 tot een 17 mensen voor uitnodigen om de paar weken een interviewtje gaan doen. Dat willen we in het leven gaan roepen. En rond 2 oktober, want als het wel is, dan geeft de KNVB ons een vrije dag als sportlers zijnde. En dan willen we een soort familiedag gaan doen. Maar dat staat nog helemaal in de stijgers, dat moeten we nog uitwerken. En dat komt, als het zover is, komt dat vanzelf een keer naar buiten toe? Wij willen gewoon continu straks alle activiteiten willen we gaan promoten. Gewoon over via Sportlust in de site en de site gewoon voor Sportlust. Jan, wat zijn de doelstellingen voor de komende jaren van Sportlust? Wat zijn de doelstellingen voor de komende jaren? Ja, we hebben natuurlijk al heel veel gerealiseerd met elkaar. We zijn dus zeg maar fase 3. Dat is dus zeg maar even gestagneerd. Dat was dus de aanbouw van de bestuurskamer en de aanbouw van een businessruimte. Maar corona die heeft dus zeg maar roet in het eten gegooid. En ja, dit hebben we dus even geparkeerd. En ja, we moeten kijken op het moment als we allemaal weer naar het normale gaan, hoe we dit dus weer kunnen gaan oppakken. Andere doelstelling is om dus zeg maar de jeugd door te gaan ontwikkelen binnen Sportlust. Zowel organisatorisch als kwalitatief. Nou, ik denk dat we daar de eerste aanzetten al voor gegeven hebben. Door het aanstellen van Robert de Ruiter als technisch adviseur opleidingen. Robert heeft natuurlijk heel veel ervaring als het gaat om trainingen, op hoog niveau getraind. Dus daar zijn we ongelooflijk blij mee. We hebben dus zeg maar ook een extern bedrijf hebben we dus in de arm genomen voor clubondersteuning. Deze mensen die gaan zich dus bezighouden met de jeugdtrainers, met de leiders, om dat dus zeg maar allemaal door te gaan ontwikkelen. Dus op dat gebied is er nogal wat ontwikkeling. We gaan ook starten met de Sportlust Techniek Academie. Het is de bedoeling dat we die dus zeg maar 2 keer per jaar gaan organiseren. In het voorjaar en in het najaar. Dat zijn bijeenkomsten van 8 keer per keer. Met als doel om dus zeg maar ook de jeugdspelers de gelegenheid te geven om zich door te ontwikkelen. Ja, en dan hebben we natuurlijk als doel om sowieso ons eerste elftal op derde divisieniveau te laten blijven voetballen. We prijzen ons gelukkig dat wij dus dat er dus divisiesponsoren zijn opgestaan binnen het Woerdense. Die ja, toch ook de ondersteuning willen geven specifiek aan die selectie. Om dat dus ook niet voor 1 jaar, maar voor de komende jaren dus zeg maar mogelijk te houden. Dat we dus op dit niveau ook kunnen blijven acteren als Sportlust. En om dus zeg maar ook op dat niveau te blijven acteren, willen we dus zeg maar ook wat meer eigen jongens dus zeg maar door laten gaan stromen naar het eerste elftal, naar de eerste selectie. En daar hebben we dus zeg maar een organisatie voor opgezet dat we het komende seizoen met een sterk tweede elftal gaan voetballen. En dan als doel om in het seizoen 2022-2023 het merendeel van die spelers weer te kunnen laten doorstromen naar een onder de 23, waar we met een competitie willen gaan starten.
om in ieder geval het verschil met de eerste selectie allemaal wat kleiner te maken. En het is ook, we hebben ook als doel om dus zeg maar ook tijdens een seizoen al verschillende spelers om beurten mee te laten gaan trainen met die eerste selectie. En natuurlijk, je hoopt allemaal dan er zoveel mogelijk jongens door zullen gaan komen. Maar ik heb al zoveel gezegd, ja, als dat er een half tot een 1 per seizoen is, ja, dan prijs je eigenlijk als club al gelukkig. Maar dan is er wel een continue doorstroming. En dat vinden we wel belangrijk. Ja, dankjewel. Zo te zien en te horen kunnen we ons verheugen op een mooi jubileumjaar. Het is nu nog even afwachten in verband met corona. De ambities van de club richting het 100-jarig bestaan zijn ook helemaal duidelijk. Dan zitten wij hier weer, Chris, denk ik. Ongetwijfeld, oké. Okay. Ja, hand in hand dan, denk ik. We gaan straks weer verder met de algemene ledenvergadering. Ik bedank u voor de aandacht en we hopen u allemaal weer zo snel mogelijk te kunnen begroeten op ons sportpark. Het zij langs de lijn, het zij in ons clubhuis. Dank voor de aandacht. Dank u wel, Willem.